Ook ik mag een bijdrage leveren als pastoor en deken van Kuik en Omgeving aan het programma dat voor Omroep Land van Kuik wordt gemaakt. Met muziek, met moment van ontspanning voor iedereen die maar thuis zit en het huis niet uit kan. Ik ben er zeker van dat ik mede namens mijn collega's spreek in Land van Kuik als wij u willen bemoedigen. Dat wij u willen vragen om toch verbonden te blijven met elkaar, ook al bent u misschien alleen. Met het programma dat nu gemaakt is, willen wij u bemoedigen. En dat kan mensen goed doen. In de kleine dingen, in het mooie van iedere dag, in dat lied dat wordt gezongen, in dat woord dat wordt gesproken. We bevinden ons in een moeilijke en een vreemde tijd. Het vraagt van ons een groot doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Dat is niet eenvoudig, maar we moeten het wel doen. Vele mensen die kunnen zorgen voor mensen om hen heen. Vele mensen die kunnen kijken naar mensen om. En dat is belangrijk in deze tijd. In onze kerken zijn wij volop in het feest van Pasen aangekomen op het moment dat dit filmpje wordt uitgezonden. En Pasen is ook een boodschap van nieuw leven. Jezus die door de dood heen opstaat tot nieuw leven. Ook wij kunnen door moeilijkheden van deze crisis heen opstaan naar nieuw leven. Het zal niet eenvoudig zijn, het zal een lange weg zijn, maar het is een weg die we samen kunnen gaan door als we omkijken naar elkaar en voor elkaar. Ik wil u, ook namens mijn collega's hier in het Land van Kuik, vooral toewensen dat u de moed en de kracht vindt om die weg te gaan. Dat u zich bemoedigd weet door mensen om u heen, met het programma dat vandaag gemaakt is, om door te gaan een toekomst tegemoet. Naar deze plek wil ik u namens al mijn collega's een heel fijn, zalig, vrolijk paasfeest toewensen. Dat wij mensen van nieuw leven mogen zijn. Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer in de Niels vandaag. We weten allemaal, we kunnen op dit moment niet ergens spontaan naar een concert of een leuk optreden of zoiets. Maar hier in de Niels is toch weer iets georganiseerd. En ja, Marian Willems, jij bent degene die dat gedaan heeft. Wat kunnen we vandaag zien hier? Vandaag kunnen we Kuikse toppers zien. Kuikse toppers, artiesten. Die hun beste beentje voor hebben gezet voor heel Kuik. Nou, dat klinkt nu al interessant. Kuikse toppers. Wie kunnen wij zien vandaag hier? Gertie en Klaas. Ingrid Heil. De Kumers. En nog een hele mooie afsluiting. Nou, je maakt het wel heel erg spannend weer vandaag. Hoe ben je erbij gekomen om weer iets te organiseren hier? Het was weer een idee. Zoals ook het dakconcert, dat was ook een idee. En die ideeën die moeten van jou meteen omgezet worden in daden? Met z'n velen, of met z'n allen kunnen we heel veel. En dat blijkt wel weer. Is het moeilijk om die mensen zo bij elkaar te krijgen? Eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee, iedereen is enthousiast. Iedereen wil iets voor iemand doen. Ik zie in de verte, want alles gebeurt met gepaste afstand natuurlijk. Maar ik zie al mensen binnenkomen hier, dus ik denk dat wij maar eens gaan kijken, hè, wie er allemaal optreedt hier vandaag voor, voor iedereen die het maar wil zien en een beetje steun kan gebruiken. Dankjewel. U geziet toch voor mij, dat het voor ik wil zien. U hebt een Heer ons gegeven, mooi en goed om te leven. Niet het daar het papa, lag het nooit uit mijn hart. Ik wil door al die vliegen en het lied in mijn ogen zit. De meulen van Kessels, de Stier en de Maasboulevard. Zie ik de loswalde pomp, daar heurt bij mekaar.
Huut ligt verscholen tussen de Maas en de Hei. Daar wil ik wonen, ja, daar wil ik zien vrij en blij. Huut is die toch voor mij, daar waar ik wil zien. Jullie hier ons gegeven, mooi en goed om te leven. Ziet hem daar een papa, dacht het nooit uit mijn hart. Ik wil daar altijd blijven en het liefst in mijn ouders huis. Kom ik van Katwijk, mocht ik langs de sportvelden gaan. Kijk ik dan verder, dan zie ik die torens weer staan. Wij zien gezegend, we leven hier mooi en gezond. Bij ons in de Noeien, daar lopen de hetjes nog rond. Kijk, je ziet toch voor mij, daar waar ik wil zien. Kunnen hier ons vergeven, mooi en goed om te leven. Ik ben daar een papa, dat het nooit uit mijn hart. Ik wil daar altijd blijven en het liefst in mijn ouders huis. In mijn gedachten zie ik veel van vroeger terug. Denk bij mijn eigen wat gutter de tijd toch weer vlug. Maar de laatste mooi pletsje, als ik daar uit een krieken kool. Dat is op de naam, soms de graaf onder het kreupelhout. La 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 la. Ik wil daar altijd blijven en het liefst in mijn ouders huis. Ik wil daar altijd blijven en het liefst in mijn ouders huis. Zo licht als een veertje vandaag en heb de kriebels in mijn maag. Want zou dat zijn, vind ik wel fijn. Voel me zo prettig als na een glas wijn. Van het moment dat ik jou heb ontmoet, heb ik dat tintelen in mijn bloed. Sinds ik jou zag, ben ik van slag en iedere morgen zing ik met een lach. Zie je knap, maar je hart is van hout. Dat is wat mij zo naar jou doet verlangen. Een miljoen op de bank laat me koud. Ik ben zo blij met jouw hartje van goud. Al wat je zegt, dat komt recht uit je hart. Dat maakt jou echt en zo apart. Al wat je doet, dat doet mij goed. Ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet. Jij bent steeds eerlijk en dat maakt het fijn om voor altijd bij jou te zijn. Ik voel bij jou liefde en trouw. Jij bent de schat waar ik voor altijd van hou. Je ziet knap, maar je hart is van hout. Dat is wat mij zo naar jou doet verlangen. Een miljoen op de bank laat me koud. Ik ben zo blij met jouw hartje van goud. Ja la la la.
jouw hartje van goud en eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezin. Zij bezachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen. Altijd een bron van vreugde te zijn. Voor die lieve oude mensen met een diep doorgroefd gelaat. Op mijn hart wacht mijn deurtje dat altijd wijd open staat. Omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij de grijze haren en een blik zo wijs en zacht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezin. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten. Voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn. Avond soms valt over straten en pleinen, de houden soms zacht in de stad. En mensen die moe in den huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. Neonreclame die knip ook langs ramen en motregen zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. In dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toon is van koper, toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan het jukebox, een pilsje dat is er niet duur. Een mens is daar mens, vrij of warm, het is daar warm, geen monsieur of madame maar wc. Maar glas is gespoeld in het helderste water, ja het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Dat kleine café aan de haven, daar deelt het geld of wie je bent niet meer mee. De mensen om me heen lopen te smoesen als ik weer wat bij verdien. Mijn familie en vrienden met z'n achter mijn rug.
zeggen heeft die weer een ander. Maar daarvan lig ik niet meer wakker. Ook al bedoel ik het goed, ze draaien de rollen weer om. Leef mijn eigen leven, met niemand wat te maken. Leef mijn eigen leven, als ze over me praten. Leef mijn eigen leven, ja dat zal altijd wel zo blijven. Leef mijn eigen leven, brengt mij van niemand meer iets aan. In de kroeg op de hoek hoor ik verhalen over mijn medemens. Ik stoor me niet aan, als ik weg ben gaat het over mij. Dat lap ik mooi aan mijn laar, ik ben zelf mijn eigen waar. Het leven is kort, ik ga mijn eigen gang. Leef mijn eigen leven, heb met niemand wat te maken. Ik ben even, als ze over me praten. Leef mijn eigen leven, ja dat zal altijd wel zo blijven. Leef mijn eigen leven, trek mij van niemand meer iets af. Leef mijn eigen leven, heb met niemand wat te maken. Is mij om het even, als ze over me praten. Van niemand meer iets aan. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kan, een paard, slagerij van de Ven. Een goegen juffrouw op de fiets, zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, het is waar ik geboren ben. Het hoor, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, kan die ratelt op de keien. Een zandweg tussen boeren door, dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toe, simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, nu zijn ze op een goede weg. En ziet hoe rijk het leven is, ze doen de televisie quiz en leven in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe op het bankstel staat bij mij en door de zwaar met plastic rozen. En langs het tuinpad van de paarden zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.
Ik weet, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me toch melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend, ze kochten zoet oud voor het cent. Ik zag een moeder staaltje springen. Het dorp van toen, het is voor mij, al wat overblijft voor mij, aanzichten en herinneringen. Toen ik langs tuinpad van mijn vader, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het voorgoed voorbij zou gaan? Speciaal voor mijn moeder en mijn vader, hè? Hier best mijn hele leven willen wonen. Ben hier geboren in het mooie Brabants land. Ik zou hier graag tot het einde willen blijven. Het is hier zo schoon, gevuld een hechte band. Ik zou hier best mijn hele leven willen wonen. Des mijn droom. Mijn allerliefste wens, ben hier gelukkig, dat mag lang blijven duren, om te leven als een Brabantse mens. Als je s'morgens komt naar buiten, staat te kijken, en de zon die komt dan langzaam weer omhoog, een nijen dan is een hartstikke druk, maar je hebt toch tijd genoeg. Ik zou hier best mijn hele leven willen wonen. Ben hier geboren in het mooie Brabants land. Ik zou hier graag tot het einde willen blijven. Het is hier zo schoon, gevuurd een hechte band. Ik zou hier best mijn hele leven willen wonen. Des mijn droom, mijn allerliefste wens. Ben hier gelukkig, dat mag lang blijven duren. Om te leven als een Brabantse mens. Iedereen moet hier hard werken voor zich centen. Want de auto op de been. En de mik is goed gevuld met heel veel krenten. En een Brabander die vuurt zich niet alleen. Ik zou hier best niet hele leven willen wonen. Ben hier geboren in dit mooie Brabants land. Ik zou hier geen tot het einde willen blijven. Het is hier zo schoon, gebeurt een hechte band. Ik zou hier best mijn hele leven willen wonen. Des mijn droom, mijn allerliefste wens. Ben hier gelukkig, dat mag lang blijven duren. Om te leven als een Brabantse mens. Ben hier gelukkig, dat mag lang blijven duren. Om te leven als een Brabantse mens. Do-d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 o
kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Kleuren om je heen niet van jou zijn. Als de dingen om je heen veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet. Als de lente komt en
als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? En als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik trouwen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer. Zojuist hebben we kunnen kijken naar Gertie en Klaas. En nu was jij in de beurt, hè, Ingrid Heil. Prachtige liedjes heb je al ten horen gebracht hier. Waarom heb je deze nummers gekozen? Nou, ik heb een beetje mijn lijstje na zitten kijken. En het zijn allemaal liedjes die een beetje steun geven aan mensen. Troost aan mensen geven, ja. Ja, dat is een beetje de bedoeling van deze optredens vandaag, hè? Om mensen een hart onder de riem te steken. Dat ene nummer, het Brabantse nummer, waar komt dat vandaan? Hans Vrolijks heeft ooit een arrangement geschreven of een liedje geschreven. En dan mocht ik met een Brabants plaatje meedoen. En dat heb ik toen gedaan en mijn ouders vonden dat heel erg mooi. En mijn moeder zei, ja, je moet nu dat liedje ook doen. Dus daarom heb ik Brabant is mijn leven nog een keer gezongen. Dus voor iedereen en speciaal voor je ouders? Ja, ja. Ja, voor papa die vanuit de hemel meekrijgt. Die heeft vast meegezongen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is nu vrij rustig natuurlijk voor iedereen. Heb jij nog optredens? Nee, ik heb... alles is afgezegd eigenlijk. Ik heb er nog één in september staan. Ik hoop dat die doorgaat. Ja, jammer. En ik heb wel... Online hebben we een nummer opgenomen met de Big Band. Dat is wel heel erg leuk. Hebben we met z'n allen een stukje ingespeeld. En dat zal misschien op Facebook wel rondkomen. Want we hadden zo'n behoefte ook om muziek te maken. Maar je kunt het alleen maar alleen doen. Of misschien met één iemand op afstand. Ja. Maar goed, deze liedjes, deze heb jij speciaal gezongen vandaag voor de mensen in de Nielt en... Heel Kuik. Ja, Heel Kuik. Ik hoop dat jullie er steun aan hebben. Want ik vind ze allemaal heel erg mooi. Mag ik dan bij jou? Het dorp vind ik een prachtig nummer. Dan Brabant is mijn leven. Vind ik ook mooi. En ik had nog Leun op mij. Ik weet niet of ik ze nou allemaal heb gezegd. Maar het zijn allemaal mooie teksten. En die hopelijk mensen kunnen sterken. Als je het even moeilijk hebt met alles. Dus, Oké. Dankjewel, Ingrid. Thank you.
Ja, dames en heren, de Ochermerie. Ocherm toch. Jongens. Jongens van de Ochermerie. Hoe is dat nou met jullie? Ja, wat moet er van zeggen? Het valt allemaal niet mee. Het zijn barre tijden. Ja. Ja, weinig optredens, waar. Ja, en het brocht al geen kneup op, dus wat dat betreft kost het nou alleen maar geld. Ja, ja, maar we houden de moed er wel in, wa? Ja, als je een kunnen speulen, dan zien we dat. Oh, houden jullie de moed erin? Speulen is ons leven, wa? Ja. Ja, dat is echt fantastisch. Mooi, ja. mooi. Dat was zojuist wel te horen, hè? Een prachtige optocht van jullie. Ja, dat meen ik ook. Ja, goed, maar ja, we zijn het gewend, wa? We doen niet anders een hele dag. Ja, ja, dat klopt. Tenminste, vroeger wel, hè. Vroeger heb ik ooit gewerkt, maar... Ik zou niet zonder kunnen. Ik ben blij dat ik er eens uit ben. Huh? Ja, ik ook, want ja, de hele dag thuis hangen is ook niks. Niks. Nee. Want dat is wat jullie nu nog doen? Thuis hangen. De hele dag thuis hangen. Ja. Thuis hangen, ja. En af en toe... Ja, en oefenen ook, want als je ziet een trom kijkt, ja, aan de ene kant heb je er als een groot gat in geslagen van het oefenen. Ja. Ja. Ja, ja, hey, hoe verder het heel handig instrument. Want je hoeft alleen maar zo met die dingen te doen. Nou ja, ja, je kunt alles bagatelliseren, tuurlijk. Nee, maar goed, ik wil verder niet overdrijven. Maar kijk, ik ben toch de maestro van het stel. En, ja, nee, goed, die muzikanten horen er ook bij. Bij zo'n orkest. Maar kijk, het is toch niet gering. En nou, hier in verband met het plafond. Kan ik die stok niet omhoog gooien, anders doe ik dat altijd wel. Ja, dat doe ik altijd wel. Maar ja. Als ik dat echt flink aanzet, gooi ik het dwars de plafond in. Jij hebt heel veel stokken zeker? Ja, 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 een witte sloon en gewoon, ja. Wat dat betreft. Nee, hij is er al 4 kwiet geraakt. Ja. Ja. Maar ja, repeteren, dat is nog niet zo heel veel gebeurd? Of, Ja, dat werd minder nou, hè, jongens, toch? Ja, we worden allemaal maar krap, hè. Dus we nou kunnen niet bij elkaar. Dat valt niet mee. Nee. Digitaal repeteren. Ja, met de beeldtelefoon. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Nou had hij nog een oude telefoon. Zonder beeld. Oh ja, 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 met een draaischief. Dus ja. Dat is toch wel het nijste van het nijste. Ja, 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 ja. Nee, dat is het nijste van het nijste, ja, ja. Ja, zeker. Oh, dus dat lukt toch wel bij jullie? Maar we hebben ons ook aangesloten bij thuisbezorgd.nl. Want we zitten gewoon thuisbezorgd te kijken van hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Ah. Ja, dat vonden we wel een goede stap dat we dat gedaan hebben. Ja. 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 Ja, en zo gaan jullie ook mee in deze digitale wereld van vandaag. Ja. Oh ja, vandaag meer hoeven we helemaal niet meer te spelen, want dat is veel handiger van thuis uit, hè. Ja. Nou, wat we nu toe, als ik het even mag zeggen, meneer de Kampenberg. Ja, zeker, natuurlijk, spreekt u maar. We zijn wel terug naar de Ochermenie 2.0. We gaan naar vinyl. Vinyl. Vinyl, zoals u net gezien heeft. Vinyl. We gaan met platen gaan we de wereld in. Voor de jongeren onder ons. Vinyl? Die weten wel wat het is, want het is echt hip. Ja. Hip, ja. Hip, hip, hip.
Ja, ja, die kunnen bij Mandisco. Op die grote straat bij Mandisco. Ja, je kunt nou niet terecht, want het is allemaal gesloten nou. Hè. Ja, dicht, dicht. Die, hebben, die brengt dat op nee uit. Theo Spanjaards, kunnen ook rijden. Theo, Theo Spanjaards, jazeker, ja. Nou, ben ik al lang niet meer geweest overigens, maar volgens mij nou ja. Wel, Theo Spanjaards zet ook wel, ja. Oké. Okay. Heren, de toekomst, hoe zien jullie die? Ja, ik denk niet dat veel is. Nee. Ik, nee, maar wel mooi. Niet veel. Ja, nou ja, goed, ja, we kloten er maar mee heen, ja. Ja, ja. We zullen maar naar je pakken willen, maar ja, dat zit er niet aan. Nee, oh nee, nee, wat ik misschien toch nog even zeggen als hoofd van het Germanie-orkest. Mochten er mensen zien die een donatie willen doen voor Nije Pakken, dan kunnen ze dat bij hun starten, achter in de tuin. Ja, ja daar zo. Zijn jullie aan toe, die we pakken? Ja, Nije Pakken zullen we onderhandelen als een keer willen. Ja, maar deze hebben we zelf al 3 jaar, hè? Ja, deze hebben we zelf dus we zien wel, het is hoog tijd voor Nije Pakken. Even, wij slapen er ook in, dus dat, dat leidt heel veel. Ach, Germ. Dat leidt, ach, Germ, ja. Ja, daarom hebben we ook zo'n afstand van elkaar, want je begint te ruiken op een gegeven moment. Ja, ja. Dus, maar heren, zoeken jullie nu een financiële donatie of als er mensen zijn die toevallig nog prachtige nieuwe pakken hebben liggen? Ja, nee, of iets van drank is ook goed. Ja. Een paar flessen wijn. Alles is welkom. Alles is welkom. Alles, alles is welkom. Alles, als het nou met gepaste afstand is. Ja, ja. Ja. Ja, bijdrages. Elke bijdrage is goed. Ja, nou ja, elke bijdrage. Ik vind het toch wel de moeite waard zien. Ja, je moet er geen rotzooi in de tuin komen draaien. Nee. Dat heb ik al zelf. Dat is de kofferbak. Dat was zelf. Dat was zelf. Nee. Goed. Heren, wat zijn jullie plannen nog voor de rest van deze komende coronatijd? Hoe? Ja, ik gooi daar nu. Hoe lang duurt dat nog? Ja. Hoe lang duurt dat nog? Hoe lang wil je? Ja. Nou ja. Kijk, als het maar niet zo erg wordt dat we dadelijk mondkapjes in onze nek moeten gaan dragen. Hè? Ja. Nee. Want een hoop mensen kletsen uit de nek en dan krijg je daar ook wat problemen mee. Maar, ja, dat is moeilijk. Dan moet men lastig, ja, dat vond hij wel lastig. Ja. Ja, kletsen uit de nek, dat kunnen we niet hebben. Nee. Precies. Nee. Maar ik gooi je naar huis toe. Ja. Want ik moet boodschappen doen. Geef me de piepers en, nog. Geef me nog de piepers. De piepers nog schellen. Ja, en, ik moet dat boodschappen. De vrouw is minder hut en schilderen, dus ik. Oh, dan wachten we maar even staan. We kunnen wel even een rondje lopen ergens. Mooi hen doen. Anders lopen jullie nog een mooi rondje de deur uit. Ja, dat is goed. Zeg, ik dank zou je zeggen, wel, heren. We gaan naar de ruit, jongens. Dank je wel, graag gedaan. Bedankt. En iedereen veel sterkte. Ja, graag allemaal. Allemaal gezondheid gewenst. Ja, en hou je taai. Dank u. Daar gaan ze. Ach, heren. De jongens van de Germerie. Dag.